Hoi, nou superleuk dat je er weer bent. Vandaag ga ik weer mijn make-up stash opruimen. Ja, ik ga je weer meenemen in het hele proces. Ik vind het bureau echt best wel lang. Ik weet eigenlijk niet hoe lang die is, maar hij neemt best wel veel ruimte in beslag. Daar is zeg maar mijn computer en de ruimte die ik hier heb, dat is gewoon niet zo heel erg veel. Dus ik vind het wel lekker als dit gewoon allemaal wat kleiner gemaakt kan worden. Ik heb er gewoon even een bak bij gepakt. En wat ik ga doen, ik ga gewoon alle spullen die hier liggen, die er los liggen zeg maar, die ga ik gewoon in die bak doen. Uitzoeken en sorteren, dat komt daarna wel. Maar dan is het in ieder geval eventjes leeg. En dan kan ik zeg maar een beetje kijken van hoe wil ik het indelen? Kan ik het goed schoonmaken? En wat wil ik dan uiteindelijk wel op mijn bureautje hebben staan en wat niet? Want het is echt bijvoorbeeld dit soort bakjes, ja, dat gebruik ik eigenlijk helemaal niet. Dus dat kan net zo goed weg. Oh, ik zit te kijken en ik denk echt bij mezelf, waar moet ik weer gaan beginnen? Iedere keer weer die struggle van waar ga je beginnen? Niet te veel nadenken, ik moet het gewoon gaan doen. Oh, getver. Wat een schuifje. Ja, oh, erg dit. Kijk, hoe fijn is het dat dit gewoon weer helemaal leeg is. En dat is eigenlijk echt binnen no time, want alle spullen die heb ik gewoon hier snel ingegooid. Het is natuurlijk nog lang niet schoon en opgeruimd, maar het is ja, een soort van psychologisch trucje, denk ik of zo, omdat het nu gewoon zo mooi leeg is. Ja, motiveert mij dat weer heel erg om wel gewoon weer door te gaan met opruimen en om er nog een beetje vertrouwen in te houden. En niet dat ik denk van, oh, waar moet ik nou beginnen? Kijk, het is gewoon... Dit is werkbaar. Hier kan ik iets mee. Het is ook echt super vies. Daar baal ik wel van. Want dit bureaublad, dat is heel moeilijk schoon te krijgen. Dus ja, dit soort vlekken die je hier ziet, dat heb ik echt al geprobeerd om eruit te krijgen. Maar dat gaat dus niet zo goed. Ja, omdat het, ja, het trekt er een soort van in. Maar goed, dit dingetje, dit ladenbakje met daarop nog dit losse lippenstiftbakje. Ja, ik weet niet wat ik daar nou mee moet. Ik denk dat ik die er gewoon helemaal van af wil halen. Want het enige wat ik hier... echt vaak van gebruik. Het is eigenlijk dit kleine spiegeltje. En dan de spullen hier die in dit bakje zitten. Voor de rest gebruik ik dit eigenlijk helemaal niet. Dus ik vind het gewoon lekker om mijn tafel zo leeg mogelijk te hebben. Dus uiteindelijk wil ik deze denk ik ook weg hebben. Dit is echt al zo ontzettend veel beter. Maar nu zie je dus ook hoe ontzettend lang dit bureaublad is. Dat is echt nergens voor nodig. Als ik hier zit, dan heb ik hier namelijk één ladekast. En ik heb er hier eentje. Die gebruik ik het meest. En eigenlijk deze hele ladekast. Oké, ja, hier zitten dan wel mijn glitters en pigmenten in. Maar verder, voor de rest gebruik ik deze eigenlijk helemaal niet. Zie je, hij is gewoon helemaal leeg. Dus dat is echt zonde van de ruimte. Deze hele ladekast, die kan ik veel beter ergens anders neerzetten, denk ik. Ik ga er gewoon 50 centimeter van afhalen. Dan heb ik mooi een rond getal. Daar hou ik wel van. Gewoon voor het idee. Hey, nou, wat een onderneming. Ik moet even een stofzuiger pakken en een schuurpapiertje voor dit randje. Maar ik ben nu eigenlijk al meteen echt super blij dat ik dit heb gedaan. Want de kamer oogt meteen al een stuk groter. Kijk, die spullen ga ik er zo meteen weer opzetten. Ik denk ook dat ik mij een beetje ga focussen op het indelen van mijn bureautje. En dat alle andere troepjes die hier overal staan, dat ik me daar zo meteen nog op ga focussen. Maar dat ik eerst eventjes alles weer een soort van terugzet. Ik heb het ook bloedje heet inmiddels. En nu denk ik ook bij mezelf, oh, hoe moet ik weer verder gaan? Ik heb hier helemaal geen zin meer in. A few moments later. Ik denk dat ik het wel fijn vind dat als ik dan hier zo zit, dat ik hier deze hele ladekast in kan indelen met allemaal spullen. Zoals bijvoorbeeld die nagelfijlen, dat handspiegeltje. Dus eigenlijk dat torentje wat hier stond, dat kan ik nu allemaal hierin doen. En dit is gewoon nog steeds ja, mijn everyday
stash. Of eigenlijk, ja, hier past zo ongelooflijk veel in. Ik zal gewoon even wat linkjes in de videobeschrijving zetten van vergelijkbare, ja, organizers. Want dit is echt zo fijn. Er past zo ontzettend veel in, zoals je kan zien. Dus het is echt mijn doel om dit verder zo leeg mogelijk te laten. Ik ga wat dingetjes gewoon meteen al neerzetten. Maar ik ga proberen om alles ook zo veel mogelijk alweer in mijn laadjes te stoppen. Check dit, al die nepwimpers. Even schoonmaken dit hoor, al wat erg. Ik vind het natuurlijk altijd fijn om mijn nepwimpers korter te knippen. Maar dan ben ik, dan wil ik gewoon even dat losse stukje wil ik dan ergens kwijt. Dus dan plak ik het op mijn spiegel. Maar ja, dan wordt het uiteindelijk zo'n hele verzameling. Dus ik moet dat er wel een beetje bij gaan houden. Ik heb even een verdeling gemaakt. Alle producten die hier staan, die wil ik nu uiteindelijk gaan onderverdelen in deze organizer. Dus dat ga ik nu even netjes maken. Ik heb hier een body mist, die is al zo ontzettend oud. Maar dit is echt zo'n heel fijn spuitflesje, omdat er echt een soort van mooie nevel uitkomt. Dus ik ga deze wel bewaren, maar ik ga hem dus niet meer hier inzetten. En deze bak die is nu natuurlijk weer helemaal leeg. Dus daar ga ik weer dit soort dingetjes in doen die ergens anders naartoe moeten. Of waar ik wel nog iets mee wil doen, maar wat dan niet uiteindelijk hier komt te staan. Er staan hier mega veel mascara's in. En ik weet zeker dat hier wel een aantal van weg kunnen. Oh ja, kijk, die is echt veel te vol gewoon namelijk. Alles is weer helemaal mooi netjes in mijn organizer. Super blij mee. En dan heb ik hier nog van alles. Dit moet ik ook nog een soort van netjes gaan onderverdelen. Dus dat ga ik nu ook meteen maar even doen. Zo, alles waarvan ik het even niet weet, dat heb ik dus ook weer even in deze bak gedaan. Hier, deze hele stapel organizer. Ik weet niet zo goed wat ik daar nou mee aan moet. Daar kan ook volgens mij echt een heleboel van opgeborgen worden in dit laadje. Kijk, deze doorzichtige die in die grotere toren staat. Dus dat ga ik nu hier een soort van in sorteren. Oh, kijk dit. Mijn puntslijper helemaal open. Overal vies. Oeh. Nou, dit moet ik ook eigenlijk eventjes gewoon schoonmaken met een sopje, denk ik. Maar in ieder geval, deze die is nu helemaal een soort van leeg. Oh, wel grappig. De Got to Be Gel. Ja, ik gebruik hem toch niet meer. Dus ik denk dat ik deze aan Shorts ga geven. Op zich, nou, dit lage bakje, die vind ik misschien toch wel fijn om nog te laten staan. Zo op elkaar vond ik wel dat deze heel veel ruimte in beslag nam. Maar zo, ja, los van elkaar valt het wel mee. En dan haal ik die wel gewoon weg. En dan laat ik deze misschien wel gewoon op mijn bureautje staan.
Ik vind het denk ik wel fijn als dit gewoon lekker recht voor mijn neus staat. Tijdens het opmaken en tijdens het filmen. Ik denk dat ik het best wel leuk vind om hier dan ook wat lippenstiftjes in te zetten. Zodat ik die misschien wat ja, vaker kan gebruiken nog. Dit is mijn oogschaduwla. En zoals je ziet zit die behoorlijk vol. En er zijn best wel veel van die kleine paletjes. Die ik heel fijn vind. Die ik echt vaak gebruik. En die passen volgens mij net aan in die organizer. Dus als ik dit nou eventjes eruit haal zo. Past wel echt precies. Nou, misschien vind ik dit eigenlijk best wel leuk zo. Of ik zou die zelfs nog hier zo erboven een soort van kunnen uitstallen. Nee, ik zet hem denk ik toch hier. Zo. Veel beter dit. En ook echt super satisfying vind ik zelf. Ik heb hier weer zo'nzelfde acrylbak. Maar dit vind ik echt zonde van mijn ruimte. Dit zijn namelijk allemaal lensdoosjes. Maar ik zou daar denk ik veel liever iets van lipproducten in willen doen. Zoals lippotloodjes. Daar kom ik nu heel moeilijk bij namelijk. En als ik die hier in doe, dan kan ik het allemaal misschien weer wat vaker gaan gebruiken. Zo. Kijk of het nog mooi is als ik dat hier in doe zo. Zo veel beter ook dit. Echt helemaal blij mee. Hierboven deze bak, die kan dus nog open zeg maar. Alleen die zit dus helemaal gevuld met zonnebrillen. Nou dat is natuurlijk een beetje ja, gek. Dat hoort hier niet thuis. Die ga ik ook nog eventjes leeg halen. In verhouding is dit gewoon veel beter, zo'n wat kleiner bureautje. Ik heb hier nog wel echt een heleboel spullen liggen. Die moet ik zeker opruimen. En hierachter, kijk, eigenlijk daar zitten allemaal PR-producten in. Maar dat is helemaal geen handige plek, omdat ik daar natuurlijk nu moet zitten. Dus dit ga ik allemaal nog een soort van verhuizen. En ik moet dit dus ook echt allemaal nog een beetje opruimen. Ik zal jullie eerlijk toegeven, de moed is me een klein beetje in de schoenen gezakt. Maar goed, we gaan door. Hier stond eerst die grote Alex ladekast. Die kleine, die ik zeg maar bij mijn make-up tafel eronder vandaan heb gehaald, die ga ik nu daar neerzetten. En nu heb ik dus allebei die grote kasten, die staan nu hier. Veel beter, want dan twee zo naast elkaar, dat ziet er gewoon super strak uit, zeg maar. Dus dat kastje wil ik daar. En dan moet ik dit nog allemaal even opruimen. Inmiddels is het de volgende dag, maar ik vind het dus best wel leuk om ja, deze lades misschien nog even samen met jullie te gaan opruimen en organiseren. Laten we beginnen met het linkerkastje en dan de bovenste lade. En zoals je ziet zit hier al best wel ja, een aantal skincare spulletjes tussen. Maar ik ga er een paar dingen uithalen, zoals bijvoorbeeld dit masker. En deze trouwens ook. Nou, die maskertjes, dat is meer iets om bijvoorbeeld in de badkamer te zetten natuurlijk. Dus dat soort dingen die haal ik er even uit. Verder heb ik eigenlijk niet zo'n heel goed idee wat hier nou allemaal in zit. Dus ik ga het er gewoon allemaal even uithalen wat ik er niet in wil hebben. Deze die is op. Zit nog, ja, het lijkt nog een klein beetje in te zitten, maar dat krijg ik er zeg maar niet meer uit.
Dit serum is ook zo super lekker. Echt ruikt zo lekker deze. Maar helaas, die is op. Een hele verzameling aan diadeems zoals je kan zien. Maar op zich vind ik dat wel makkelijk voor tijdens het filmen. Ik ga even kijken. Ik pak gewoon de leukste ertussenuit eventjes. Ik heb ze niet allemaal nodig natuurlijk. En dan leg ik de rest leg ik gewoon in de badkamer. Nou, dit vind ik eigenlijk best wel prima zo. Dit kan allemaal ergens anders naartoe. Dus dit is mooi opgeruimd. Eens kijken wat we aantreffen in de tweede lade. Oh, daar gaat de camera. Nou, de tweede lade die ziet er eigenlijk nog heel erg mooi en netjes uit. Dus hier hoef ik eigenlijk niet zo heel erg veel aan te doen. Want dit is namelijk wel echt een rommel. Dus deze moeten we wel eventjes gaan uitzoeken. Ik ga gewoon alles eruit halen, want ik heb eigenlijk eventjes geen idee wat hier allemaal in zit namelijk. Dit zijn alle bakjes die uit de lade komen. Dus ik weet dat dit er allemaal in past. Dus nu kan ik het een beetje gaan verdelen en een beetje gaan uitzoeken. En er zijn bijvoorbeeld een heleboel producten zoals deze. Die van, dit is de Catch and Shine Banana Loose Powder. Nou, die vind ik eigenlijk helemaal niet fijn. Dus die kunnen dan gewoon meteen weg. Hier heb je nu alle compactpoeders een beetje. Ik heb hier mega veel foundations die echt veel te oud zijn al. Ik gok dat deze misschien al 4 jaar oud zijn als het niet langer is. Dus die kunnen meteen weg, want die zijn over datum. Hier, ik weet niet of je het kan zien, maar hier deze is helemaal... ja, verkleurd al. Die is ook echt al lang niet goed meer. Oh, ik zie trouwens wat grappig. Deze is van Primark. En ik zie dat deze SPF 15 heeft. Wauw, dat valt me nu dus echt pas op. Hoe chill. Ik ga denk ik binnenkort even langs Primark om te kijken of ze nog zo'n foundation hebben met SPF 3. Ja, heel veel concealers. Waarvan er volgens mij ook alweer een heleboel weg kunnen. Oh, hier deze van Essence. Die vond ik eigenlijk niet fijn. Die ga ik toch niet gebruiken. Even kijken hoor. Ik doe de concealers. Die doe ik in deze kant. Oh, mijn Tarte Shape Tape. Maar ja, deze is ook al zo oud. Dus die moet echt weg. Als je op zoek bent naar een goede budget concealer, dan is deze van Catrice, de True Skin Collectie, die is echt super fijn. Dit bakje is nu nog best wel leeg en ik heb hier 2 contoursticks. Die lijken trouwens echt super veel op elkaar. Deze is van Maximoor, deze van Shein, dus die kan ik ook hier erbij zetten. Oké, dit is tof, want dan zet ik die zo neer en dan kan ik daar al mijn sponsjes en zo in bewaren. Hier nog mijn dry brush cleanser en die past hier dan nog echt perfect tussen. Losse sponsjes doe ik erachter. Nou, kijk, dit is echt zoveel beter. De lade hieronder, daar zitten dus al mijn nepwimpers in. En ik heb deze laatste dus eigenlijk al uitgezocht. En ik denk dat ik hem voorlopig, ja, toch wel eventjes zo laat. En dan de onderste lade. Ah, kijk, hier zitten allemaal haartools in. Nou, op zich vind ik dat voor nu eigenlijk ook wel prima. Dus ik heb hier nog 1 zo'n hele acrylbak heb ik vrij voor iets. En het kastje wat eerst daar zeg maar naast stond, die staat nu daar. Maar, kijk, in de tweede lade zitten allemaal glitters, pigmenten, dat soort dingen. Dus je weet, ja, het ziet er wel echt heel erg satisfying uit in deze lade. Dus ik moet even kijken hoe ik dat kan doen. Dit is zo'nzelfde kleine lade, want deze heeft zeg maar
kleine laadjes en wat grotere. Maar deze is dus zeg maar helemaal vol met oogschaduw. En dat vind ik wel echt heel erg fijn. Maar de bovenste lade, hier zijn een paar wenkbrauwproducten. Een beetje backups, maar eigenlijk ook wel een soort van rommellaadje. Misschien dat ik al deze producten hierin kwijt kan. En dan kan ik dus de glitters en pigment kan ik hierin leggen. Ik ga gewoon alles uit die lade ga ik gewoon eventjes hier neerleggen. Even kijken, nou hier is volgens mij ook een heleboel ja, wat weg kan. Zoals deze wenkbrauwverf. Wow, die is ook al super oud. En die gebruik ik al zo ontzettend lang niet meer. Dus nee, dit kan allemaal, dit soort dingen kunnen allemaal uitgezocht worden. Brow pomade, helemaal keihard en uitgedroogd. Maar wel echt veel plezier van gehad. Maar ik ben dus ook helemaal niet meer zo van de brow pomades natuurlijk. Dus nee, dat soort dingen kunnen allemaal gewoon lekker weg. Ik had even een brain fart, want ik ben het nu hier allemaal aan in het organiseren. Maar het moet natuurlijk hierin. Deze die zaten in mijn carousel, maar dat vond ik niet heel handig, want die steken best wel uit. Dus dit is top, want dan kan ik dit ook gewoon lekker hierin bewaren. Oh ja, deze, ja, dat werkt toch niet echt. Kijk, als je het zo doet, dan denk je van, oh mooi, maar op een of andere manier bij mijn wenkbrauwen ziet dat er nooit echt mooi uit. Past perfect. Die kan mooi hier. Oh, kijk zo mooi. Helemaal blij mee. Heb ik alleen deze nog over. En het nadeel van deze Alex kastjes is dus dat als je hem helemaal open doet, de lade, heb je nog best wel een flink gedeelte hierachter. Oh, ik voel hier zelfs nog een soort van mandje zitten. Nou, dat wist ik dus bijvoorbeeld ook niet meer. Maar dat is dus wel een nadeel van die Alex kastjes. En een van jullie had mij ooit de tip gegeven om dat te gebruiken voor backups. Dus als in producten die je dan dubbel hebt of alvast een voorraadje. Kijk, en dan op deze manier kun je alsnog gebruik maken van de ruimte die je hier nog achter hebt zitten. Dus dat is echt super fijn. Tada! Nou, hoe satisfying is dit? Ja, love it. Ik ben zo blij met het resultaat. Vergeet zeker niet om de video een duimpje omhoog te geven. Ik ga je nu laten zien hoe het is geworden. Ik ben er echt mega blij mee. Echt onwijs fijn. En ondanks dat hij een stuk korter is, heb ik zoveel meer ruimte gekregen eigenlijk. Dus dat is echt top. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien dat ik je een beetje heb kunnen motiveren om zelf weer lekker te gaan opruimen. Heel erg leuk dat je er was. Bedankt voor het kijken en hopelijk zie ik je weer bij de volgende video. Doeg!